bootjes. Een goed terras. Ook nog heel mooi om te vertellen is dat het eigenlijk is een begonnen ontmoetingsplek. Dus dat zijn mensen met toch al wat duurzamere mindset. En heel vaak heb je ook interesse in ons verhaal. En wat mag dit wezen hier? Ja, dit is onze halfboot, een doorsnede. Waarbij we heel erg goed kunnen vertellen wat wij eigenlijk doen. Want ja, alles zit erin. Hè? Hoe het werkt, de grondstoffen, de motor, alles. 6 meter. 6,35 meter. Uit de printer. Ja. Wat doen jullie hiermee? Die blijft hier staan. Nee, deze nemen we mee naar beurzen toe. Zodat we dus inderdaad het verhaal letterlijk kunnen laten zien. Ik neem aan dat hier iets van een grondstof ligt. Wat is dit? Dit is leuk om te vertellen. Eigenlijk hier begint het mee. Hè? Je kunt, op dit moment hebben wij een boot geprint van petflessen. Maar ook van het droge huisvuil. Dit is plastic? Ja, dit is plastic. Klopt. Daar is een boot van gemaakt? Ja, net als deze petflessen. Flabbergasted. Ja? Nou, daarna maak je er granulaatkorrels van. Dus het is eigenlijk een tussenfase. Oké, dus proces stap 2. Ja, en hier printen we dan mee. En daarna hebben wij natuurlijk gekeken naar als je een boot hebt en die ga je schredderen. Dan krijg je dus letterlijk, dit is een teststuk van onze boot, die wij een tijdje terug hebben gemaakt. Mm-hmm. En die, daar kun je dan weer granulaat van maken, zodat je weer opnieuw een bootje kunt printen. Dus iedereen is op jacht naar petflessen, dit is een nieuwe grondstof. Petfles is bijna het nieuwe goud, zou je kunnen zeggen. Een nieuwe goud? Ja. Oké, en wie verwerkt dit voor jullie? Ja, dat zijn dus echt afvalverwerkers. Jij doet dit, afvalverwerkers? Ja, persoonlijk geloof ik dus niet in afval. Ik geloof er heel erg in dat afval eigenlijk een grondstof is. Jij ziet het niet meer als afval en dat moeten we eigenlijk met z'n allen niet meer zo zien. Zo is het. Het is een grondstof. Oké, dus het verhaal van dit begint bij de afvalverwerker. En daar wil ik naartoe. Omrin betekent kringloop in het Fries. En aan die kringloop werken ze hier elke dag. Dit bedrijf heeft een unieke manier van scheiden. Eerst bij de bron en daarna met speciale machines en zelfs met de hand. Zo krijg je meer hoogwaardige grondstoffen voor hergebruik en minder restafval voor verbranding. Omrin heeft met deze aanpak zelfs de Milieuprijs gewonnen als duurzaamste bedrijf van Nederland. John, ik kom net bij Marieke de Boer vandaan uit Woudsend en die had haar potjes met grondstof staan waarvan ze 3D-sloepen print. En dat komt hier vandaan. Wie ben je en wat doen jullie hier? Ik ben John van Hooy. Jullie zijn hier bij Omrin, nog specifieker in de kunststof sorteerinstallatie. De grijze zak wat mensen in de grijze container thuis gooien, dat wordt in een eerdere fabriek wordt dat uit elkaar gesorteerd. En waarbij een hoop kunststoffen deze kant op komt en in deze fabriek wordt die hoop kunststoffen in veel meer soorten kunststof uit elkaar getrokken. Wat kan je allemaal met dit afval maken? Nou, ik denk dat de kunststof in Nederland, ja, dat is nu pak een beetje 20 jaar dat vol in werking is. En wij maken er al stofzuigers van, koffiezetautomaten. Of wat Marieke gedaan heeft, een boot geprint. En ik denk dat de volgende fase ook nog wel wordt dat we bruggen gaan printen. Bruggen gaan printen? Bruggen gaan printen. Dus dit wordt echt nog veel groter. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik vond het al heel groot, die 3D geprinte sloepen. Ik heb hem nog niet gezien, dat gaat deze week gebeuren. Heb je hem zelf al gezien? Ja, zeker. Ja, zeker. Maar het feit dat dat kan, dat je uit afval een korrel kan maken waar je alle eigenschappen die je aan een boot zou willen erin kwijt kan, dat is geweldig. Die wordt ontworpen met als doel om een nagebruik weer her te gebruiken. En dat is echt zoals het moet in deze tijd. Dat is waar het naartoe moet. Heb je zelf trouwens iets met water? Ja, ik heb wel wat met water. Ik woon aan het water. En ik heb een boot. Ik heb een CO2-neutraal huis. Dus ja, wel heel veel leuke dingen. Hoe kunnen we de consument helpen nog beter hun afval te scheiden? Of wat zijn de tips op dat gebied? Ja, wat de tips zijn is wat mensen thuis kunnen doen, zodanig dat wij het weer goed uit elkaar kunnen krijgen. Bekertjes die ze volproppen met allemaal plastic zakjes enzovoorts, ja, die krijgen wij moeilijk uit elkaar. Dat moeten ze niet doen. Al die aardbeienbakjes waar zo, ja, vinden wij zo'n maandverbandje onderin zitten, scheur er vanaf, zorgen dat het allemaal enkele soorten kunststof zijn. Die kunnen wij heel goed scheiden. Dat gaat dan gemakkelijk met de machinerie. En geef nog eens een tip. Nou, kijk, wat mensen niet weten is dat mensen knopen vuilniszakken vast. Terwijl als we hem gewoon openlaten, vallen die zakken uit elkaar, kunnen wij het goed scheiden. Knoop je ze vast, dan moeten we de zakken helemaal kapot scheuren. Is veel ingewikkelder en dat betekent dat misschien niet alles gerecycled wordt. Dus geen knoopjes meer in de zak. Het laatste, allerbelangrijkste advies, wat geef je de ontwerpers bijvoorbeeld mee? Nou, het allerbelangrijkste advies is dat bij het ontwerpen van producten, ontwerpers er rekening mee houden dat achteraf, aan het eind van de levensfase, die producten allemaal weer moeten worden gerecycled. En dat heet met een heel mooi woord, design for recycling. Dankjewel. Straks, we kunnen erover praten, maar je moet het zien. Na de break stap ik in de eerste luxe 3D geprinte sloep. Marieke vertelt mij wat een zwerfboot is en hoe heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de duurzaamheid.
Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Impact Boats, Beaufort Watersport, Van Mossel MG en Baltic Life Jacket Sweden. Rock the Boat wordt mede mogelijk gemaakt door Impact Boats, Beaufort Watersport, Van Mossel MG en Baltic Life Jacket Sweden. Welkom terug. Nou, voor de break heb je al gehoord over een baanbrekende nieuwe techniek. Ze gaan van gerecycled materiaal bij Impact Boats een 3D geprinte sloep maken. Maar ik heb er nog steeds geen één gezien. Daar ben ik vandaag terug in Woudcentrum, want hier gaat dat vandaag gebeuren. Jurgen de Jong, de partner van Marieke, laat de vergadering even voor wat hij is. Vandaag heeft hij namelijk maar liefst 3 sloepen liggen. Dit komt helemaal uit een printer. Ja, dit komt helemaal uit een 3D printer. In 40 uur is deze geprint. Onvoorstelbaar. Hoe lang is dit? Deze boot is 6,35 meter, 2,5 meter breed. En hij wordt onder een hoek van 45 graden geprint. Nou, hij begint vooraan en dan na 40 uur is hij achteraan en dan is hij klaar. Moet niet gekker worden deze wereld. Of juist wel. Of juist wel. Maar nou is hij nog kaal. Maar ik wil wel een beetje een sloep hebben met bekleding en zo. Deze wordt afgebouwd met een buiskap en een kussenset en een aandrijving. Alles erop en eraan. Ik heb eentje staan daar. Die is klaar. Dat is de small uitvoering. Ik ben benieuwd. Jurgen, compleet aangekleed sloep. Hij lijkt wat smalletjes. Dit is de allereerste. En deze is 1,90 meter bij 6,35. De allereerste van wat? De allereerste sloep, 3D geprinte sloep, varende in Europa. Hij is speciaal. Ja, het is de allereerste. Maar wat is nou de bedoeling van dit? Deze boot gebruiken we gewoon puur voor promotiemateriaal. Maar mocht het zo zijn dat we deze kunnen shredderen, dan kunnen we hier weer een ander model van maken. Deze sloep shredderen zou toch zonde zijn? Dus het is een compleet recyclable sloep. Ja. Dit is het varen naar de nieuwe toekomst, denk ik dan. En waar doen jullie de aankleding? De aankleding doen we in de hal, in de loods. En daar bouwen we de sloep compleet af. Moet ik zien. Hier gebeurt het allemaal. Ja, hier gebeurt het allemaal. Ja, de boot komt binnen vanaf de trailer en wordt hier afgebouwd. De kussenset komt erin, kabelaring, elektrische aandrijving komt erin. Elektromotor, goed hè, duurzaam varen, dat doe je dus ook. Ja. En tot hoe ver gaan die details door? Ja, dat is klantafhankelijk. Dit is dan een 3D geprint uiterlijk, maar je kan hem ook helemaal strak krijgen. En wat voor kleur? Wat de klant wil. Alles is mogelijk. Wat is jullie meest luxueuze versie? Ja, dat is de 6,80 meter MB. Komt morgen terug in de haven. Dus als je morgen wilt varen, dan is die voor jou. En die is 6,80 meter? Ja. Uit de printer? Tendersloep, ja.